prima's. En de rest is uitleg over wat er gebeurt. Dit is niet samen te vatten. Dit is het voor mij alleen op één manier samen te vatten. En dat is door terug te gaan achter de schermen. Toen ik je vroeg, was dit nou echt je droom? En jij zei, ja. Ik begon te dromen toen ik 12 was. En kijk wat er gebeurt. Als je begint te dromen als je jong bent. En je dromen naleeft, dan is alles haalbaar. En in het laatste stukje van je antwoorden word ik eigenlijk de echte kracht van wat je naar boven hebt gezien. Wat ons netwerk doet, is awareness creëren, hier op aarde. Over allerlei standen, misstanden, goede zaken. En ik denk dat dat bevestigt wat jij van boven mogen zien. Ik hoorde je ook zeggen dat jonge mensen met een nieuwe visie en techniek nodig zijn voor verdere ontwikkeling in de toekomst. Die zit hier in de zaal, dus ik stel voor dat we die capaciteit gaan gebruiken en doorgaan naar een nog kleiner intermezzo van Mondelo.